In Beneden-Leeuwen heeft brand gewoed in een schuur. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt dat het gaat om een voormalig tuindersbedrijf. In de lood zijn volgens een woordvoerster enkele bedrijfjes gevestigd. Toen de brand uitbrak was er niemand in de schuur aanwezig. Bij de brand is ook wat asbest vrijgekomen. Vooralsnog lijkt het alsof de deeltjes alleen op het terrein van de schuur terecht zijn gekomen. De schuur zou vol hebben gezeten met peurschuim. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.